De algemeen directeur van de Surinaamse bank, Sigmund Proeven, is vandaag door de Raad van Commissarissen tot de beëindiging van zijn dienstverband op non-actief gesteld. De president-commissaris van de RVC, Steven Smit, deelde dit mee aan het personeel middels een interne memo die vanmorgen is uitgestuurd. In een persbericht maakt de bank bekend dat Proeven is aangezegd zich tot nader orde te onthouden van het uitoefenen van zijn functie op basis van een verschil van mening tussen hem en de RVC over hoe de bank verder geleid moet worden. De reden hiertoe is dat het boekjaar 2016 met een verlies is afgesloten. In een interview eind van het vorig jaar erkende de directeur dat 2016 een slecht jaar is geweest voor de instelling. Hij sprak toen de hoop uit dat 2017 een beter jaar zou worden. Nou, ik denk dat voor de Surinaamse bank 2016 geen goed jaar is geweest. Het is een weerspiegeling wat mij betreft voor een groot deel tenminste van onze Surinaamse economie. Het is u bekend dat we een behoorlijke contractie, een behoorlijke terugval hebben ervaren in 2016. De deskundigen, waaronder het IMF, maar ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, geven aan dat onze groei negatief was en in de orde van 9-10%. Dat is een behoorlijke terugval en dat merken we alom als burger. En als bank hebben we ook de klappen daarvan gehad. We hebben in het eerste half jaar geen winst gemaakt. En zoals het er nu vooruit naar uitziet, zullen we ook het jaar met een verliescijfer afsluiten. Best een uitdagend jaar. Hoe kijkt de bank dan nu 2017 aan? Positief? Ik denk dat basisingrediënt om je werk te doen een positieve instelling moet zijn. Dat is bekend van mij, dat is bekend van de Surinaamse bank medewerkers. We kijken naar 2017 als een jaar met uitdagingen, maar tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden, heel veel mooie opportunities. En het gaat aan ons liggen, en met ons bedoel ik nu alle Surinamangs, alle Surinamers, om samen onze schouders onder het werk te zetten. Het zal geen makkelijk jaar worden. Ik denk dat het niet zo is dat we moeten rekenen op direct een positieve groei voor 2017. Ik denk dat we erop moeten rekenen en er naartoe moeten werken dat we de economie gaan herstellen. Ik ben daar vrij optimistisch over dat het ons als land zal, dat we erin zullen slagen om die economie weer te herstellen. Sigmund Proeven, algemeen directeur van de Surinaamse Bank. Hij is vandaag door de Raad van Commissarissen op non-actief gesteld. De instelling wordt voorlopig geleid door het hoofd commerciële zaken, Hanna Liuhi Gunesh. Intussen verneemt onze nieuwsdienst dat ook de directeur van Handel en Industrie, Reina Raveles, een slechte dag heeft gehad. Zij is vandaag ontheven uit haar functie. Raveles is in oktober 2015 aangetrokken voor deze functie op het ministerie. De onderdirecteur administratieve diensten neemt voorlopig waar.